Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Wij zien ze vandaag vliegen, want we gaan vandaag drone vliegen. Mijn naam is Victor. Het is een klein piepschuim vliegtuig. Het vliegt ongeveer met een 60-70 km per uur. Het weegt 1,5 kilo. Ongeveer kavel 24 hectare. Je ziet binnen een kwartiertje is hij terug. En heeft hij ongeveer, ja, dat ligt er een beetje aan, maar heeft hij 4-5 gigabyte aan data verzameld. En dat duurt dan wel even om daar een mooi kaartje van te maken. Maar vervolgens kunnen we met die kaarten kunnen we op plantniveau, eigenlijk op centimeter niveau, kunnen we je kavel kunnen we laten zien. Waar ontbreekt nog wat? Waar groeit het goed? Waar groeit het minder goed? Wat is eigenlijk de reden waarom je met deze EB gaat vliegen? Wat kun je daar zo mee doen? Mijn eigen reden was, ik heb zelf thuis een akkerbouwbedrijf. Ja. En vanuit mijn interesse. Is dit ontstaan. Ik kocht zelf thuis een nieuwe kunstmeststrooier. En op de folder van deze strooier stond deze strooier strooit plaatsspecifiek op elke centimeter van het gewas. Toen is mijn interesse is een beetje gaan naar boven gekomen van ja, wie gaat mij vertellen dan waar ik dat dan moet gaan doen. Ja, ja. Dat was eigenlijk niet bekend. Nee, zag ik net dat je hier uit een paar onderdelen opgebouwd? Ja, klopt. De basis, vleugels en de camera. Ja. Intern daar zit eigenlijk een navigator. Ja. Met gyroscopen, zodat die continu weet van hij hangt zo, hangt zo, hangt zo. En daar worden de foto's op gecalibreerd. Elke foto wordt rechtgelegd. Het pluspunt van deze sensor, dat is dat deze sensor een lichtintensiteitssensor heeft. Dus elke zonsterkte wordt gemeten, zodat elke foto geëikt is. En dat maakt het apparaat uniek. Okay. En stikstofbehoeftekaarten. Hier kun je dus per perceel kun je precies zien van waar er genoeg stikstof zit en waar er eventueel nog wat bij kan. Okay. Hoe groener, hoe beter. Ja, groener, hoe beter. Dus eigenlijk is dit een prachtig mooi perceel. Ja. Dit is dan bijvoorbeeld een taakkaart die eruit kan komen waarop je machine kan sturen en waar bijvoorbeeld een stikstofbehoefte per vakje staat. Ja. Dan gaat die machine gaat daarop sturen. Oké. Okay. Ja. Dan zie je hem daar een bochtje maken en dan gaat hij een stapje naar beneden en dan komt hij daar weer terecht. Nou, vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef me even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op het YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Heb je nooit last gehad dat je IB is achterna gezeten door een roofvogel? Ja, hij wordt wel eens achterna gezeten, meestal door een buizerd. Die van mij is nog niet gegrepen, maar die van mijn collega die heeft al een keer een klauw gekregen.